Het eerste NK crosslopen voor bestuurders wordt gehouden in Raalte. Op 12 februari worden er ongeveer 100 hardlopende wethouders en burgemeesters verwacht bij Omnimobile in het buitengebied van het dorp. Het idee voor het kampioenschap ontstond bij burgemeester Dadema van Raalte. Hij vond gedeputeerde Van Heijem al snel aan zijn zijde. Nou, er is al een NK wielrennen voor burgemeesters en daar werd ik door geïnspireerd. En ik had het er met Eddy van Heijem over. En toen kwam het crosscircuit bij ons brainstormen over 15 jaar crosscircuit. Nou, toen was het idee geboren. Ik ben echt heel enthousiast over dit initiatief. En ik hoop dat er veel bestuurders naar Salland komen om met elkaar in beweging te komen. Op een leuke, ontspannen manier hier aan sport en bewegen te doen. En daarmee ook een beetje aandacht voor Salland te creëren. De keuze voor een hardloopwedstrijd voor bestuurders is volgens de burgemeester eenvoudig te verklaren. Nou, het is een hobby, denk ik, die veel bestuurders uitoefenen. Eddy van Heijem, de gedeputeerde van Overijssel, en ik lopen vaak hard. We komen elkaar vaak tegen in het Salands crosscircuit. En wat nog leuker was, is dat ook het Salands crosscircuit heel enthousiast was om mee te doen en mee te organiseren. En zo is het eigenlijk geboren. Het is een noviteit, dus soms moet je gewoon wel eens wat nieuwe dingen doen. Het NK is volgens de gedeputeerde ook gelijk een mooi stukje promotie voor de regio. We proberen in Overijssel onze regio's ook voor recreatie-toerisme te vermarkten. Salland is een prachtige regio waar je kunt sporten, waar je buiten actief kunt zijn. En we hopen natuurlijk dat niet alleen bestuurders, maar straks ook veel meer andere mensen Salland weten te vinden. En dan de belangrijkste vraag. Wie is er op 12 februari sneller? De burgemeester of de gedeputeerde? Nou, op een goede dag ben ik sneller, maar we zijn allebei recreanten en we hebben allebei, denk ik, ongelooflijk veel plezier in het lopen in het mooie Sallandse gebied. Die Sallandse crosslopen, 15 jaar bestaat het al, biedt echt wat. En ik vind het heel mooi om dat aan nog veel meer bestuurders ook te laten zien.